Arjen Kers, de topman van TUI. Arjen, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Oh, je vindt het niet zo heel leuk, deze opening. Nee, nou, je bent gewoon namelijk echt boos, ben jij? Nou, natuurlijk ben ik boos. Ik denk dat we de afgelopen dagen weer opnieuw geconfronteerd zijn geworden met een bommetje wat Schiphol bij de luchtvaart en de reissector heeft neergegooid. Nou, atoombom. Ik bedoel, het is echt groot. Ja, dit is opnieuw een echte atoombom, ja. Zou ik het wel noemen, ja. Dat kan toch niet met zoveel procent roepen dat we omlaag moeten met die vluchten? 18%, hè? Nee, ja, uiteindelijk gaat het richting 35, begreep ik toch? Nou, 18% bovenop wat we al moesten realiseren. Ja, dus dan kom je echt wel in hele grote aantallen, ja. Ja. En dat gaan jullie doen bij TUI? Nou ja, je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, we doen het helemaal niet en we laten liggen. En dan zitten waarschijnlijk consequenties aan vast. Dus sinds gisteren zijn we eigenlijk direct begonnen om te kijken, de puzzel weer opnieuw op tafel te leggen. Wat zijn de mogelijkheden? Moeten we vluchten naar andere luchthavens uitplaatsen? En niet alleen wij, hè? Alle luchtvaartmaatschappijen. Alleen het is zo kort dag dat je hiermee geconfronteerd wordt, dat het bijna onmogelijk werk is om op deze manier al die vakantiegangen straks en dadelijk richting de vakantie herfstvakantie komt eraan. Hè? En je wil iedereen natuurlijk toch op een bepaald moment laten vertrekken. Maar dit is bijna onmogelijk werk, moet ik zeggen. Maar vind je het niet gek dat Benschop gisteren zegt, ik ga weg, terwijl hij gewoon blijft zitten de komende tijd? Ja, nou, we hebben gisterochtend met hem aan tafel gezeten. Eigenlijk toen dit gecommuniceerd werd en een uur later, na de meeting, is hij opgestapt. Hij zit er nog steeds, maar toen heeft hij aangekondigd dat hij weg zou gaan. Maar daarvoor heeft hij het niet gezegd bij jullie? Hij heeft niks gezegd. We hebben met 100 luchtvaartmaatschappijen in de meeting gezeten. En op dat moment was er best wel wat kritiek over wat hij natuurlijk zou communiceren rondom die reductie. Ja. En een uur later komt er de communicatie naar buiten dat hij dus uiteindelijk zou opstappen. Maar hij heeft toch niet in die tussentijd besloten om weg te gaan? Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar had hij dat de avond ervoor al besloten. Maar hij heeft dat niet op dat moment met ons gedeeld. Dus, ja. Zeg dat dan even. Ik bedoel, zeker in zo'n situatie. Het is bizar. Zo'n situatie. Ik denk dat zijn situatie helemaal niet meer houdbaar was. En ik hoop echt. Nee, maar dan ga je dat toch even delen. Ik bedoel. Had logisch geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste nu even vooruit te kijken. Het bommetje ligt in de Jiskevet presentatie van hem. Herman Koch stond er gewoon. Nee, dat was heel grappig wat jullie gisteravond ook deelde, maar ik hoop ook echt dat de volgende opvolger niet zo'n type zal zijn en dat het geen politieke benoeming gaat worden, maar dat ze echt iemand gaan zoeken die ook echt met zijn poot in de klei gaat staan. Een topondernemer die echt ook de mogelijkheid. Wil ik van jou een naam horen? Nou ja, ik denk dat er genoeg mensen zijn die op dit moment in aanmerking zouden komen. Daarom. Maar mijn favoriet zou in ieder geval Pieter Elbers zijn. Ja, die is weg. Die is weg, maar dat is altijd een mogelijkheid om dan een keer te contacteren. Maar dat is wel iemand met dat profiel. Die zit in India, zei je toch? Klopt. Die zit in India, maar ik bedoel, dat is wel een profiel die je eigenlijk zou moeten hebben om op dit moment in te stappen en te zorgen dat het weer op orde komt in Schiphol. Maar wat er volgens mij in ieder geval niet moet gebeuren, is dat een oud politicus wordt geparachuteerd. Nee, helemaal eens, Jules. Ik denk dat we moeten echt voorkomen dat we opnieuw een profiel gaan krijgen. Alexander Pechtold wordt ook genoemd namelijk. Precies. Bijvoorbeeld. Ja, 66. Eerlijk gezegd, dat lijkt me niet de persoon die we daar nodig hebben. We hebben echt iemand nodig die op een bepaald moment operationele kwaliteiten heeft en ook echt dit aan kan pakken. En ik denk dat Pieter zeker een persoon is, of het profiel van Pieter, die dit soort problemen kan oplossen. Dit heeft hij ook getoond. Had een ander iemand dit kunnen voorkomen, deze geweldige chaos op Schiphol? Nou, het is natuurlijk al voordat ik Benschop er zat, het is de afgelopen jaren al minder en minder geworden. Dus we moeten terug naar het moment dat we Schiphol weer als trots zien van Nederland en van Europa. Ja, en daar moeten we heel hard aan werken. En daar zullen wij ook onze bijdrage aan moeten leveren. Maar op dit moment. Hoe moet je daar een bijdrage aan leveren? Dan? Nou ja, dat hebben we constant gedaan. Alleen is niet naar ons geluisterd. We hebben heel veel ideeën aangedragen de afgelopen maanden tijdens de verschillende vergaderingen. Alleen op dat moment. Noem eens een paar ideeën die het niet gehaald hebben. Voor het grote publiek even dit. We hebben op een bepaald moment ook gezegd, waarom neem je niet een vaste schil aan als het gaat om de security? En probeer je de losse schil in de momenten dat er pieken en dalen zijn weer extra in te huren. Maar ook dat, het zijn allemaal beperkingen. En ik denk dat de overheid daar ook een rol heeft om daar in te grijpen. Ja, de overheid geeft aan, we gaan eerder krimpen op Schiphol dan dat we groeien gaan. Ja, dat is ook een van de thema's die de toekomst natuurlijk op ons gaat brengen. Maar aan de andere kant, we moeten echt zorgen dat we hier gezamenlijk door gaan komen. Al die reizigers die straks dadelijk getroffen worden de komende maanden weer. Ja, dat is natuurlijk echt heel lelijk. Heel veel mensen die hebben uiteindelijk gekozen om niet in de zomervakantie weg te gaan. Die wilden nu in september, oktober. En dan krijgen ze dit weer voor kiezen. En uiteindelijk is die klant de dupe. En dat moeten we echt voorkomen. Maar het is natuurlijk wel, heel eerlijk, er wordt altijd gemopperd. Hè? Destijds met topman Nijhuis. Die deed het ook niet goed, want die haalde alle low-cost carriers naar Schiphol. En die werd eigenlijk min of meer bevoordeeld. Dus er is altijd wel wat te klagen. Nou, maar het is niet klagen. Ik denk, je moet gewoon je huiswerk op orde hebben. Dat wordt ook van ons gevraagd. Ja, en Schiphol is een onderdeel van die hele keten. En als daar op een bepaald moment een kink in de kabel komt, dan heeft iedereen er last van. Niet alleen wij als luchtvaart- of reisorganisatie, maar ook die reisondernemer, die individuele MKB'er. Iedereen heeft daar last van. En ook de leveranciers en de bestemmingen. Dus het is veel groter dan alleen maar eventjes het probleem
probleem wat we nu in Nederland presenteren. Want als op een bepaald moment als wij geen klanten kunnen brengen naar een bestemming, betekent dat die klanten op de bestemming blijven hangen. Ja. Ze moeten ook terugkomen. Dat betekent dat je een aantal extra hotelnachten moet inboeken. Dat de leveranciers die daar wachten op onze klanten uiteindelijk, ja, ook geen inkomsten meer hebben. Dus het is veel groter dan we op een bepaald moment presenteren. Het is niet de vijfde vlucht naar Londen 's middags eruit te halen. Ja, dus het is echt een groot probleem. Ja, en zoveel vet zullen jullie ook niet op de botten hebben gehad de afgelopen periode na corona. We hebben natuurlijk 2 jaar lang COVID bijna stilgestaan. Dan zie je sinds januari dat er weer wat inkomsten binnenkomen. Dat je weer een boterham kan eten. En dan word je sinds de meivakantie opnieuw keihard geraakt. En dan vraag jij aan mij van, ben je boos? Natuurlijk ben ik enorm boos. Ja. Maar we moeten het nu wel oplossen. Je hoort trouwens ook nog een andere naam die rondzingt. Dat is Paul Riemond. Van de Rij. Ja. Ja, klopt. Hij heeft vroeger de directie gevoerd van de luchtverkeersleiding. Is hij de man die het kan gaan doen? Ik ken hem persoonlijk niet, maar ik bedoel, die namen die circuleren nu. Ik denk dat het belangrijk is iemand die wel weet wat er nodig is op Schiphol. En niet een oud-politicus? Nou, voor mij niet. Nee. Ik denk dat dat al genoeg is geweest. En dat moeten we echt voorkomen. Er moet nu echt een ondernemer staan die ook durft tegen de overheid te zeggen van, luister, ik wil vrijheid hebben om te kunnen regeren. En niet dat die natuurlijk aan banden wordt gelegd. Dat is hetzelfde. Als er geld bij moet komen nu op het moment om het securityprobleem op te lossen, dan moet dat zo zijn. En dan heeft de overheid maar te leven met minder dividenden. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we met leden ogen maar aankijken alles wat er gebeurt op het moment. Nee, maar kijk, geld is er genoeg bij Schiphol. Want volgens mij hebben ze het afgelopen jaar 65 miljoen winst gedraaid. Ja, nou, dus ze hebben ook de haventaks omhoog gevoerd met de 37% aan alle airlines, om te zorgen dat ze de COVID-verliezen kunnen terughalen. Dus ja, laat ze geld investeren, laat ze het probleem oplossen, op welke manier dan ook. En laten we zo snel mogelijk zorgen, wat ik al zei, dat Schiphol weer de trots is van Europa. Maar er is nog iets anders, hè, Wilfred. Dat is de Raad van Commissarissen. Ja. Zij hebben natuurlijk afgelopen half jaar, drie kwart jaar, hebben ze gekeken en niks gedaan. En nu zegt Benschop dat hij op eigen houtje zijn baan heeft ingeruild. Maar het is toch raar dat deze mensen, die onder andere staan voor allerlei belangen, nationale belangen. En voeren eigenlijk een beleid uit, bedoel je? Ja, waarom wordt niet gekeken of deze Raad van Commissarissen niet vervangen moet worden? Ja, maar ik denk ook dat de positie daar is. Kijk, op het moment als je gevraagd wordt als CEO op zo'n positie, dan moet je ook durven tegen de Raad van Commissarissen zeggen, joh, ik wil de ruimte hebben om dit als een gezond bedrijf naar voren te leiden. Ja, en als jij op een bepaald moment alleen maar volgt wat er gezegd wordt, ja, dan krijg je dit soort situaties. En ik denk dat de persoon die daar komt te zitten, die zal dat van het begin af aan echt moeten claimen om te zeggen van, joh, dit is wat ik nodig heb en op deze manier kan ik het oplossen. En anders zoek ik me iemand anders. Goeie tekst, hè? Maar wat gaat het jullie ongeveer kosten? Ja, het heeft ons afgelopen zomer al heel veel miljoenen gekost. Ja. Maar dit, wat de komende weken op ons pad gaat komen, ja, ten eerste kost dat weer economisch heel veel geld. Het kost enorm veel energie van de hele onderneming. Want iedereen zal weer dag en nacht moeten gaan werken om het probleem op te lossen. Om uiteindelijk die consument die graag op vakantie wil, de reislust in Nederland is enorm, uiteindelijk toch op vakantie te kunnen laten gaan. Nou, dat is ons uitgangspunt. Dus. Ja, nou, vorige week kom ik de rekening met die bontebal aan, van die er vorige week zat. Die zei, eigenlijk zijn de energiemaatschappij een beetje de banken van een jaar of 5, 6, 7 geleden geworden, omdat je niet weet, je kan geen inzicht krijgen in hun kaststromen, waar ze hun spullen vandaan halen. Hoe gaat het eigenlijk met de grote jongens zoals jullie, TUI en Corendon enzovoort? Nou ja, wat ik al zei, we hebben natuurlijk 2 jaar stilgestaan. Ja, maar hoe, en dat heeft heel veel geld gekost. Wat zeg je? Hoe precair is dat voor jullie? Je moet het afslanken natuurlijk. Je moet afslanken en dan moet je sinds januari, als het er een keer weer omhoog gaat, moet je zorgen dat je ook weer mensen aan boord gaat krijgen. Dat is ook best lastig, toch? Dat is heel lastig en daar zijn we actief mee bezig. Maar we hebben wel direct ingegrepen op het moment dat je ziet dat de vraag er weer is. En nu, ja, op dit moment, zelfs wij hebben ook te weinig mensen om dit soort problemen op te lossen. Maar we gaan het wel oplossen. En dat is ook mijn verplichting, denk ik, als baas van dit bedrijf, om te zorgen dat al de mensen die uiteindelijk een vakantie bij ons geboekt hebben, moeten op vakantie kunnen. En daar zullen we dag en nacht mee bezig zijn. Ja, je bent sinds juli ook nog voorzitter van de ANVR, de vertegenwoordiger van de branchevereniging. Ja, nou ja, heb je dat gedaan? Je had het al zo druk, man. Ik had het al heel druk, maar dat maakt het niet uit. Die branche is heel groot. Er zitten heel veel kleine papa-mama bedrijven aan vast. En die hebben het heel enorm zwaar gehad. En die moeten met z'n allen zorgen dat die ook weer het hoofd boven de water kunnen houden. En dat, ja, dat is ook onze taak. En dat vind ik ook als marktleider, moet je daarin meegaan om te zorgen dat je ook deze mensen kunt ondersteunen. Het kan ook averechts gewerkt. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, ik ga niet meer op vakantie, althans niet meer op die manier. Nou, ik denk juist dat het tegenovergesteld is. Je ziet dat mensen heel graag weg willen met alles wat er op het moment in Nederland gebeurt. Dus vakantie draagt natuurlijk ook bij aan anderen, aan het ontstressen. Dus je ziet al heel veel mensen. En die reislust is enorm. En mensen willen weg. Dat zie je ook in het boekingsgedrag. Maar dat kan nog steeds wel. Na alles wat we verteld hebben eerder in deze uitzending, hoe moeilijk mensen het hebben. Nou ja, je ziet dat het allemaal duurder gaat worden. Energie, maar ook reizen gaat duurder worden. Maar ondanks dat, ja, zien wij niet dat een terugval is op boekingen. Dus maar de schouders er gewoon onder. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja,